de zuidkust van de voormalige Zuiderzee, net naast Amsterdam, aan de rivier de Vecht, ligt Muiden. De Vecht is met zijn oevers bepalend geweest voor het ontstaan en de ontwikkeling van Muiden. De eerste vermelding van Muiden, toen nog Amuton geheten, dateert uit 777. Het bekendste huis in Muiden is het Muiderslot, dat rond 1285 door graaf Floris de Vijfde op een zandbank in de Vechtmonding is gebouwd. Hollands machtigste waterburg, dat een echt kasteel is en ooit bewoond werd door een echte graaf, staat prominent in het landschap en is een van de meest geliefde gebouwen van ons land. Door de eeuwen heen was de Vecht het kloppend hart van Muiden en is dat nog steeds. In de vroegere tijden waren er zoutziederijen, scheepswerven en bierbrouwerijen te vinden. Al die bedrijvigheid zorgde voor de nodige levendigheid in Muiden. Reizigers strekten hier even de benen en schoven bij de Waard aan om iets te nuttigen. Lange tijd liep door Muiden de enige verbindingsweg tussen het Gooi en Amsterdam. Daar kwam nog bij dat de Gooise stoomtram, beter bekend als de Gooise moordenaar, zich puffend door de smalle straatjes bij de zeesluis wurmde. De inwoners van Muiden worden van oudsher Spieringen genoemd. Toch is Muiden door de eeuwen heen nooit een vissersplaats geweest. Alhoewel dit plaatje anders doet vermoeden. Vanaf de 17e eeuw is het vestingstadje onderdeel van de toenmalige Hollandse waterlinie en de stelling van Amsterdam. De vele forten, kazematten en kazernes speelden door de eeuwen heen een grote rol bij de verdediging van Muiden en haar omgeving. In augustus 1939 werden Nederlandse militairen opgeroepen om zich te melden in hun kazernes. De mobilisatie was zo ook een feit in Muiden. Gelukkig mondt de Vecht nog steeds uit in het IJsselmeer en Muiden ontdekte de watersport en de watersporters ontdekten Muiden. Zo ook de koninklijke familie. De Piet Hein en de Groene Draak kozen Muiden als hun thuishaven, waar op zomerse dagen de hele stad vooruit liep. In Muiden kennen we elkaar al generaties lang. Was het niet van de straat, dan wel van een van de vele winkels die Muiden destijds rijk was. Veel winkels zijn inmiddels verdwenen. Het karakteristieke is gebleven. In Muiden kent iedereen elkaar bij naam, voornaam of bijnaam. Er was een hechte band tussen klant en middenstand. Een tijd van hard werken en niet zeuren. In 1621 werd de eerste scheepswerf in Muiden in bedrijf gesteld. Er volgden er spoedig meer. Het Hecht, Nooit Gedacht, De Pauw, De Hoop en de Schoutenwerf waren echte Muidense scheepswerven die eeuwenlang met ups en downs werk verschaften. Op deze historische grond van de voormalige scheepswerf Schouten verschijnen meer dan 50 ruime woningen, appartementen en penthouses. De Schoutenwerf ligt rustig in het gezellige oude stadshart tussen de Grote Zeesluis en het Muiderslot, op steenworp afstand van de voormalige Zuiderzee. Schoutenwerf Muiden, uitnodigend en mooier kun je niet wonen.